60 jaar betekent niet dat wij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en dan onze hand moeten openhouden voor AOV. Aan het woord is de directeur van de Torarica Groep, Dave Bukke. Hij sprak gisteren bij de viering van de jaardag van de hotelgroep. Volgens Bouke zal het bedrijf juist proberen om meer te geven in plaats van te nemen. Dit jaar bestaan de hotels Torarica Resort, Royal Torarica en Eco Resort samen 100 jaar. De directeur bleef stilstaan bij enkele mijlpalen van de Torarica Groep en de Torarica Community Fund. Zo is Torarica gegroeid van een 82 kamers tellend hotel naar een met 357 kamers. Wellness facilities, pier, tennisbanen, conferentiefaciliteiten, een aantal restaurants en bars. En we zijn niet weg te denken, denk ik, uit de Surinaamse gemeenschap. Ik denk iedereen heeft wel iemand, oom, tante, vader, moeder, neef of nicht, die wel een event, zij het getrouwd, zij het een receptie, heeft gehad in een van onze faciliteiten of in een van onze hotels. Dus ik zei het al, we zijn niet weg te denken. En we moeten zeker de mensen die aan de wieg hebben gestaan, bij in ieder geval het visionair leiderschap en de ontwikkeling en de groei van dit bedrijf, moeten we en Torarica hebben eigenlijk geleid door ook heel moeilijke jaren, als we denken aan de 80er jaren. En er waren zeker ook een aantal jaren in de 90er jaren waar het ontzettend moeilijk was, die ons door deze periode hebben geleid. Dus daar zijn we ontzettend dankbaar voor. En die mensen bedanken we ook. We denken aan de geestesvader van Torarica, meneer Wijngaarden. En zeker ook meneer Robles, die langer dan 30 jaar hier aan de leiding van dit bedrijf heeft gestaan. Bij de viering gisteren heeft ook de lancering van de campagne A Century of Hospitality plaatsgehad. Daarbij hebben verschillende instanties een donatie ontvangen. Bouke bleef in zijn toespraak ook stilstaan bij de toekomst van het bedrijf. Volgens hem zien de huidige bestuurders nog genoeg kansen voor Torarica om verder te groeien. In eerste instantie lokaal, maar op termijn zeer zeker de vleugels uitslaan. In eerste instantie in de regio en wellicht nog verder dan die regio. Waarbij onze missie om de huiskamer van Paramaribo te zijn en te blijven overeind staat. Ja, en onze aspiratie, die heb ik zojuist reeds verteld, die huiskamer te exporteren naar het buitenland. Ons personeel, ik wil het nogmaals benadrukken, staat in deze branche aan de basis voor alles wat we doen. En de passie waarmee ze deze dienstverlening elke dag tot stand brengen, waarderen we enorm. They know what it means to be a Torarikaan. Dave Bukke, directeur van de Torarica Groep, gisteren bij de viering van 60 jaar Hotel Torarica.